Nou ja, dan kijken we naar het internationale veld, want die problemen kunnen we niet in ons eentje oplossen. Nee, dat kan absoluut niet. Dus, dus als u zegt, het, het is tijd voor, voor echt stevige maatregelen ja. en, en geen leuke maatregelen, waar doelt u dan eigenlijk op? Nou, laten we eens kijken waar het dan over gaat. Het, het begint met het Vluchtelingenverdrag. Oorspronkelijk was het het Vluchtelingenverdrag 1951, het verdrag van Genève, hm. was bedoeld als je persoonlijk vervolgd wordt in een land. Um, en je, je loopt daardoor gevaar en je komt in een veilig land. Dat dat veilig land jou dan niet mag terugsturen naar het land waaruit je afkomstig bent. Ja. Waar je vervolgd werd. Dat was het, de basis van het Vluchtelingenverdrag. Hebben wij gedatiseerd te... in 1956 uit mijn hoofd? Ja, maar tegenwoordig is het zo. Is het zo dat uh, er is een, een massale toestroom vaak van economische migranten. Die allemaal onder dat Vluchtelingenverdrag uh, naar Nederland uh, komen. en dan. Hier vervolgens uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Daar was het vluchtelingenverdrag niet voor bedoeld. Dus ik denk dat een vluchtelingenverdrag wat uh, krachtig optreden tegen die veel te grote instroom in de weg staat. Ja, dan moet je je afvragen of je, dat nog wel, of je daar een deel van kunt blijven uitmaken. Vindt u dat we dat moeten opzeggen dan? Ja, of veranderen. Of, maar dan uh, heb je 147 landen voor nodig? Ja, en als het dan niet lukt, dan, dan ga er maar uit. En dan kun je nog steeds wel een, een, een verantwoord, verantwoord vluchtelingenbeleid voeren, dat je mensen waar Nederland de eerste veilige plek voor is, voor vervolging, dat je die niet terugstuurt en dat je die op een nette manier behandelt. Ja. Maar uh, ik denk dat het vluchtelingenverdrag, als dat de uiteindelijke oplossing in de weg staat, ja, dan moet ook uh, het opzeggen daarvan moet bespreekbaar worden gemaakt. Ja, dus maar vindt u dan, bent u zelf al zover dat we het zouden moeten opzeggen? Ja, het, is, het zijn dus... Ik denk dat je een aantal dingen moet doen. Hè. Je moet dus kijken welke van die dingen het meest effectief is... en waar je het meeste mee bereikt. Ja. Het vluchtelingenverdrag is de een... maar het andere is weer het Europees verdrag voor Daar de komen rechter. we zo op, want, want dat is de volgende stap. Ja. Uh, maar eerst even dat vluchtelingenverdrag. Bent u al zover dat we zeggen... Nou, dit, deze aantallen zijn dermate groot, dat, daar moeten we vanaf? Ik vind zelf dat als, uh, als het, uh, het, de oplossing van de asielinstroom in Nederland... als dat het vluchtelingenverdrag Verdrag daar de doorslaggevende factor voor is en dat het nodig is om dat op te zeggen eruit te stappen als je de asielinstroom onder controle wilt brengen ja dan moet dat gebeuren ja en zover bent u dus eigenlijk al ja maar dan komen we op het Europees verdrag voor de rechten van de mens want ja. dat is dan de volgende stap je kunt het vluchtelingenverdrag wel opzeggen uh, maar dan uh, kom je op de Europese wetgeving ja. de EVRM is weer een verruiming van het vluchtelingenverdrag en dat staat met name de uitzetting van afgewezen asielzoekers in de weg het, is dus een, het maakt het nog complexer en dat EVRM, ja, dat geldt wat mij betreft hetzelfde voor. Ik vind zo'n Europees verdrag heel belangrijk. Maar die verdragen die mogen het oplossen van een hele reële problematiek die bedreigend is voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving niet in de weg staan. Dus als dat verdrag zo uitgelegd kan worden dat dat niet het geval is, of als het verdrag veranderd kan worden zodat het hanteerbaar is, ja, dan is het mooi. Maar als dat niet kan, moet dat ook, moeten we daar ook uitstappen. Met andere woorden, als je het niet kunt veranderen, dan maar eruit. Ja. En datzelfde geldt ook voor alle Europese regels die we vervolgens weer op grond van dat Vluchtelingenverdrag en dat EVRM hebben opgesteld. Ja. Er is een, een, een handvest grondrechten van de EU. Er is een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Ja. Er zijn drie richtlijnen gemaakt die ja. dan vervolgens in wetgeving moeten worden omgezet. Dat is allemaal prachtig, maar dat hele complex van Europese regels, EVRM en Vluchtelingenverdrag, dat leidt er uiteindelijk toe dat via Nederlandse wetgeving jurisprudentie in Nederland, ja, dat we volkomen vastlopen. Ja, maar dat Europese verdrag voor de rechten van de mens is ongeveer het juridische cement van de hele Europese Unie. Ja, dan moet dat juridische cement maar zorgen dat die dingen die echt zeer problematisch zijn in een land zoals Nederland en waar echt een oplossing voor moet komen, dat zo'n verdrag die oplossing niet in de weg staat. Maar je kunt toch niet uit het Europese verdrag voor de rechten van de mens stappen en in de Europese Unie blijven? Ja, in de Europese Unie, daar geldt ook weer hetzelfde voor. Ik vind de Europese samenwerking vind ik van allergrootste belang voor Nederland en voor de positie. Van de Europese landen in de wereld. In de wereld, daar praat je over China en Amerika en Rusland en India. En wil je daar je, je, je Nederlandse, je Europese belangen uh, kunnen behartigen, dan moet je samenwerken. Maar die Europese Unie. Je hebt Denemarken die een opt-out heeft. Die is ja, dat het... komt uit 1992. Toen ja. wij hier uh, waren wij de aardvader, ik maar zeggen, van het verdrag van Maastricht. De ja. Bedoeling was toen dat het ook een politieke unie zou worden. Ging niet door. Toen ja. werd het een monetaire unie, dat is toen, he, dus daar komt de euro uit voort. En toen hebben de Denen gezegd, nou allemaal goed en wel, maar dan willen we een paar punten: een uitzonderingssituatie, onder meer op uh, het gebied van migratie. Ja. En je ziet dat zij nu op dit moment in staat zijn om wel een, een behoorlijk asielbeleid en een behoorlijk immigratiebeleid te voeren. Hm. Ja, dan moet Nederland toch zeggen van ja, wij willen ook een opt-out voor, 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 voor dit onderwerp, voor immigratie en asiel. Ja. En Europa zal daar wat mij betreft aan mee moeten werken. Ja, maar ja, als uh, landen als Hongarije dat proberen te doen, dan ja. zitten ze meteen op het strafbankje van Brussel. Ja, dat, dat, uh, Hongarije is veel meer, aan land dan, uh, veel meer aan de hand dan dat. Maar je noemt Hongarije, we hebben uh, Engeland. Land gezien Groot-Brittannië, die uit de EU is gestapt, Je hebt Denemarken met een opt-out. Je hebt ook landen als Noorwegen en Zweden die houden heel veel in eigen land, maar ook heel veel volgen ze de Europese Unie. Ja. Ik denk dat Nederland eh, ja, Nederland heeft belang bij een sterke Europese Unie, maar ook die Europese Unie mag niet in de weg staan dat wij dat immigratie-asielprobleem in Nederland oplossen. Dus ze zullen of mee moeten werken of ons de ruimte moeten laten. Ja, en anders is de, het lidmaatschap van de Europese Unie voor ons een, een probleem aan het worden, een groot probleem. Ja. Uh, maar wij zijn toch uh, ook in economische zin. U bent zelf minister van Economische Zaken geweest. Heel erg afhankelijk van die Europese Unie. En als we daaruit zouden stappen. Zou de, kijk naar nou, wat de Britten hebben meegemaakt in ja. economische zin. Dan zou dat een economische ramp ja, betekenen. Ik zit, niet, ik zit niet te wachten om eruit te stappen. Maar je hebt in, in Europa. Behalve Groot-Brittannië. heb Je ook, ik noemde het al, Noorwegen. Je hebt ook Zwitserland. Ja. Landen waar het geen economische ramp is. Uh, landen maar die zijn waar... nooit lid geweest van de Europese nee, Unie. Wij zijn wel lid geweest. En ik vind het ook belangrijk dat wij lid zijn. Het is ook in het belang van Nederland dat wij lid zijn, maar het is ook in het belang van Nederland dat wij ermee op gaan houden dat de immigratie zodanig is dat de situatie in het land van jaar tot jaar uh, verslechtert voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van de zorg, de, de financierbaarheid voor de overheid van die instroom, ja. het leefklimaat in de wijken. Daar, dat is een zodanig probleem dat ook de Europese Unie moet bijdragen aan een oplossing. Juist. Laat ze me aangeven hoe dat kan en als ze dat niet kunnen, laten we dan een opt-out regelen. Juist, maar en toch om het even samen te vatten. Dus dat uh, vluchtelingenverdrag, dat moet anders. En als het niet lukt, moeten we eruit stappen. Het Europees verdrag voor de rechten van de mens geldt hetzelfde voor. Uh, dat geldt ook voor uh, uh, de asielafspraken in Europa. Er moet een opt-out regeling komen. En als dat allemaal niet lukt, dan maar uit de Europese Unie. Ja, maar het doel is niet uitstappen. Het doel is niet opzeggen. Het doel is het probleem onder, uh, onder controle krijgen. En het probleem oplossen. En dan mag je medewerking vragen en verwachten. En dat is het doel. Het gaat er dus niet om, we stappen overal. Het gaat erom, we lossen het probleem op en we verwachten dat er uh, die mogelijkheden daarvoor geboden worden ja. binnen de verdragen die we hebben ja. en binnen de Europese Unie. Maar goed. Als